Welkom bij deze nieuwe video. Zoals je kan zien ben ik inmiddels weer terug vanuit Italië. Ik heb een lekker kleurtje meegenomen en daar geniet ik heerlijk van. Op het moment dat ik dit film wordt het morgen de warmste dag van de week. Dus ik dacht laat ik dat nog net eventjes nu doen. En wat is het leukste om te doen als je terug bent van vakantie dan een vakantieshoplog. Ik heb een aantal spullen gekocht voordat ik met vakantie ging die ik nog wil laten zien. En natuurlijk heb ik ook wat geshopt. Onder andere bij de Sephora. Ik heb ook nog een vakantievlog gemaakt. Maar in verband met de bruiloft en het best wel grote vlog wordt. Komt die waarschijnlijk over ongeveer 2 weken online. Maar die komt er zeker ook nog aan. Dus als je die niet wil missen. Zorg dan in ieder geval voor dat je geabonneerd bent. Zodat je die video niet zult missen. Ik vind hem namelijk heel erg tof geworden persoonlijk. Ik stel voor dat we lekker gaan beginnen met deze vakantieshoplog. Nou, zoals ik net al heel eventjes benoemde. Heb ik dus ook een bruiloft gehad in Italië. Van 2 van onze beste vrienden. En daar heb ik ook nog wat goodies van om te laten zien. Dus misschien leuk om dat nog even te benoemen. Allereerst heb ik hier mijn boeketje wat ik heb gedragen omdat ik bruidsmeisje was. We waren met 4 bruidsmeisjes en we zijn zeg maar allemaal van een hele grote trap afgelopen in Italië. Echt heel erg mooi. En daar hebben wij dit boeketje bij gedragen. Super mooi. Kleurde ook heel goed bij mijn jurk. Dus die heb ik als herinnering mee teruggenomen. En het zijn net bloemen, dus dat scheelt. Die blijven lang mooi. We hadden op de tweede avond, dus zeg maar de dag van de ceremonie en daar zeg maar het feest van, hadden we een soort van fotobooth staan in de zaal. En daar heb ik dus allemaal foto's gemaakt. Echt super leuk. Dus dit is denk ik wel een van de leukste herinneringen. Eigenlijk met iedereen wel op de foto geweest. Dus dat is gewoon super leuk. Dus deze zijn ook zeker heel erg leuk om te bewaren. Misschien dat ik ze wel ergens in ga plakken. Dan heb ik ook nog meegenomen het programma kaartje. Wat zeg maar op onze hotelkamer lag. Dus hier staat zeg maar de datum op. En alles wat we gedaan hebben. Vond ik wel heel erg leuk om ook mee terug te nemen. En die zat in deze tas. Deze rieten tas met een mooie witte strik. Die heb ik gekregen. Dus was ook super leuk om de dingen weer mee in terug te nemen. En dan het allerleukste. Wat wel een beetje lastig is om te laten zien. Ik zal beginnen even met deze hanger, want deze heeft Chanti helemaal gecustomized. Hier zie je namelijk met steentjes geplakt Charmaine. En dit is de datum van de bruiloft geweest. Nou, dit is natuurlijk een kledinghanger, dus waar is dit voor gebruikt? Dat is gebruikt voor deze roze kimono. Ik ga hem heel eventjes uitvouwen. Het is een mooie roze, beetje satijnen stof. En daar staat achterop bridesmaid. Nou ja, dat is natuurlijk super leuk. We hebben ook een hele mooie foto gemaakt met alle bruidsmeisjes en de bruid samen met deze kimono's. Dus deze heb ik natuurlijk mee teruggenomen als herinnering. Die ga ik ook voor altijd bewaren. Want zoals ik jullie al eerder heb verteld, was het zijn van bruidsmeisje toch nog wel een lang gekoesterde kleine meisjesdroom. Die eindelijk is uitgekomen. En hoe? En dat wordt op deze manier altijd herinnerd. Dus dat waren de goodies van de bruiloft. En uiteraard komen er nog een heleboel foto's aan. Ik heb er ook al een heleboel gedeeld op Instagram. Dus als je die nog niet hebt gezien, ga die zeker even checken. Niet alleen van de bruiloft, maar ook gewoon van Italië zelf. En die vind ik zelf persoonlijk erg tof geworden. Dus heel erg leuk denk ik om even te bekijken. En zoals ik net al vertelde had ik ook nog een aantal goodies gekocht ter voorbereiding op de vakantie. Allereerst had ik besteld bij Linda Halber Cosmetics en eigenlijk vooral voor dit product. Want je gaat naar Italië, ik weet niet of iemand het door had, maar het is momenteel de warmste zomers in Italië sinds jaren. Dus je kan wel spreken van een flinke hittegolf. Het was ook goed warm kan ik je vertellen, dus ik ben blij dat ik voorbereid was. En dit blijkt toch wel de meest matte, matterende primer te zijn die er momenteel te koop is. En toen dacht ik, nou dat lijkt me nou wel heel handig op de bruiloft. Dat ik in ieder geval niet hoef na te denken over hoe alles glimt en blinkt. Dus ik heb gekocht de Meditech Primer van Linda Halber Cosmetics. Oftewel LH Cosmetics. En je kan hem gebruiken onder je make-up. Wat ik vooral heb gedaan. Maar je blijkt hem dus ook nog over je make-up heen te kunnen gebruiken. Ik moet zeggen dat ik hier best wel erg enthousiast over ben op het eerste gezicht. Ik ga me uiteraard nog langs laten komen in de toppers en floppers. Om een hele oordeel erover te geven. Maar ik was best mat, moet ik eerlijk zeggen. En het is echt warm. Het is nu ook warm. Dat zie je misschien wel aan me. Het is warm. En dan is een matte primer, wat ik normaal echt totaal niet opzoek, echt een must. Dus deze heb ik in ieder geval gekocht en was echt net op tijd binnen. Dus ik kreeg daar helemaal woe van, want ik moest hem echt hebben. Ik ben heel blij dat hij op tijd binnen was. En ik heb ook nog een backup gekocht van de Powder Puff. Die gebruik ik altijd om mijn onderogen af te poederen. Vind ik een hele fijne tool. Ik heb het gewoon besteld op de website van Linda Halber Cosmetics. Want die verzenden ook naar Nederland. Ik wilde gewoon voor free shipping gaan. Dus ik heb niet extra betaald. En daardoor was het heel erg tricky wanneer het binnen zou komen. En 1 dag voordat we vertrokken, toen kwam het binnen. Dus Char was erg blij, vooral met deze primer. En het is allemaal goed gekomen. Dan ben ik voordat ik op vakantie ging natuurlijk ook nog even langs mijn beauty spot.
spots geweest. Onder andere natuurlijk naar de kapper. Het is momenteel echt wel weer flink opgelicht door de zon. Dat voorkom je niet. En zeker met die bruine kop lijkt het alleen maar lichter. Maar ik ben voor de kopvakantie ging dus nog naar de kapper geweest. Dat doe ik normaal eigenlijk niet. Omdat ik weet, ja, het wordt toch altijd wel weer lichter in de zon. Maar ja, je hebt een bruiloft. Er worden heel veel foto's gemaakt. Er wordt ook een bruidsvideo gemaakt. Ja, ik wilde daar wel een beetje netjes eruit zien. Dus daardoor ben ik voor de vakantie nog naar de kapper geweest. En ik heb daar nog wat goodies meegenomen. Dus die wilde ik ook nog even laten zien. Ik word sowieso altijd goed verwend bij de Color in Rotterdam. Jochem en Davy zijn echt super lief. En dat zie je dus ook terug in deze tas. Ik heb alvast één ding zelf gekocht. Ik kocht allereerst deze. Dit zijn onze favoriete geurstokjes hier in huis. Die zijn van het merk Atelier Boel. Dit is de Istanbul lijn. En die worden dus ook verkocht bij de Color. Dus daar heb ik weer een backup van gekocht. Dit zijn echt by far de lekkerste geurstokjes ever. En op het advies van Jochem heb ik ook dit product gekocht van Balmain. Dit is ook het eerste product van Balmain wat ik full size heb. Ik heb wel eens een keer wat minis van ze gehad, maar dit is echt de eerste full size. En ja, Jochem zweert hier echt bij voor de zomer. Dit is de Sun Protection Spray. Deze heeft UVA en UVB bescherming. En die is niet alleen bedoeld om je kleur mooi te houden, maar ook dat het niet zo crunchy en crusty wordt. Ik ben niet de beste qua haarverzorging als ik op vakantie ben. Ik doe eigenlijk altijd een knot in. Dat zal je wel zien op de vakantievlogs. Ik ga bijna niet ermee onder water. Ik ga ook niet te vaak mijn haar wassen. Dus op een gegeven moment ziet het er niet heel appetijtelijk meer uit. Dan moet het echt gewassen worden. Dus dat heb ik vooral ook goed gepland met de bruiloft. Dat het toen gewoon lekker fleeky zat. Dat ik het gisteren weer heb gewassen. Maar ik moet zeggen, ik vind mijn haar niet extreem blond geworden. Dus ook niet heel crunchy of heel erg gebleekt. Dus dat heeft goed gewerkt. Het is gewoon een heel fijne spray. Het is een hele zachte nevel. Dus dat werkt heel erg goed. Het is ook niet olieachtig. Dus ik had niet het idee dat het per se heel vet werd. En ik moet zeggen dat ik mijn haar... Ik heb uiteraard wel een maskertje gebruikt toen ik gisteren thuis kwam. Maar niet heel droog ervan is geworden ook verder door de zon. Dus tot op heden best wel enthousiast. En ik heb dit eigenlijk gewoon gebruikt door één spray naar de bovenkant te doen. Spreetje hier en spreetje daar. En ja, dan is dit het resultaat. Dus ik moet zeggen, ik ben ook best enthousiast. Nou ja, en wat zat er nog meer in deze mooie Balmain-tas? Sowieso nog een aantal minis. En heel lief ook het boek van Balmain. Hier staat dus ook alles in van wat Balmain Hair Couture heeft. En ik kan je vertellen, it's a lot. Ik wist echt niet dat het zo groot was. Sowieso heel veel stylingproducten, verschillende lijnen shampoos. Ze hebben ook een hele goede zilver shampoo, blijkt. Dus die staat ook op mijn lijstje om een keer te proberen. Dus dat is heel erg leuk om een keer goed te kunnen bereiken. Dan kreeg ik ook nog een klein boekje. En volgens mij was dit voor de accessoires. Balmain verkoopt namelijk ook haar accessoires. Dus die zitten hier bij de boekjes. Dan heb ik nogmaals de Color Couture Shampoo en Conditioner sample gekregen. Deze heb ik al een keer eerder gehad. Ook al een keer gebruikt. Ik vind de geur van Balmain erg lekker, moet ik zeggen. Dus ik snap dat het best wel een populaire geur is. Ze hebben gewoon één soort geurlijn van Balmain. Die zit in alle producten. Dus het is ook heel herkenbaar. Nou, het zijn gewoon hele mooie zakjes. Zit ook heel netjes verpakt. En ik moet zeggen dat die keer dat ik het ermee gewassen had, best enthousiast was. Ik ben altijd wel van mening, na één keer wassen is het nog niet zo goed te zien. Maar ik was best enthousiast, dus nog een keer proberen vind ik zeker niet erg. En dan kreeg ik ook nog deze twee minis. Dit is een sample van de Balmain haarparfum. Die heb ik al staan, dus nog eentje vind ik zeker niet vervelend. En dit is gewoon heel erg lekker om gewoon een beetje in je haar te sprayen, zodat het ook een beetje lekker extra gaat ruiken. Vooral op de dagen dat je haar beetje vettig begint te worden, is dat best wel heel erg fijn. En dan hetgene waarbij ik naast de Protection Spray het meest enthousiast van werd, is dat ik hier een mini van kreeg. Super leuk. Dit is het product wat Jochem ook bij mij in mijn haar gebruikte toen ik gefeund werd en gekruld werd. Dit is de Texturizing Volume Spray. En ja, dit vind ik verrassend fijn eigenlijk. Het is vooral een kwestie van goed schudden. Er zit een balletje in. Het is best wel een harde spray, zoals je ziet. Maar ik heb het gisteren ook weer gebruikt en ik vind het luchtig, maar toch volumieus. Dus ik ben hier verrassend enthousiast over. Dus tot zover de kappersproducten. Dan ben ik ook nog een dagje geweest gewoon in Gorinchem mee winkelen. Niet heel bijzonder, maar ben even langs de HEMA geweest. Ik dacht misschien leuk om even te laten zien. Zijn maar drie dingetjes, maar hoort ook bij deze shoplog. Sowieso ben ik best een HEMA-fan. Ik hou van de tompoesen, ik hou van de HEMA-worst. Dat soort standaard dingen van de HEMA vind ik geweldig. Maar ik ben ook heel erg dol op de office-producten, kantoorartikelen van de HEMA. En vooral omdat ze gewoon superleuke dingen hebben.
Maar viel mijn oog dit keer op deze ringmap met ja, een soort van roze en gouden tijgers. Ik vond hem heel erg tof. Ik weet nog niet zo goed wat ik erin ga doen. Misschien wel de papieren voor mijn appartement, want dat is ook een heel boekwerk natuurlijk. Dus dat zou misschien wel leuk zijn om hierin te doen. Ik vond hem gewoon heel erg leuk en hij was ook niet zo heel erg duur. Ik heb hier de bon nog. Ik vond hem gewoon heel erg leuk, lekker ja, extra en hij was maar 6 euro. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel een leuke prijs. Dan kwam ik ook deze Shine Like the Stars pen holder tegen en van deze lijn, dus dat is zeg maar de ja, transparante lijn met een soort van flakes erin, heb ik al een soort van bureau organizer, zo'n multimap organizer. Dus ik heb wat meer producten van die lijn. Dus ik dacht, nou, staat wel leuk op het bureau. En ik ben altijd pennen kwijt, dus ik dacht, ik ga nu een keer een pennenbakje kopen. Daar doe ik mijn pennen in en dan hoef ik nooit meer te zoeken. En deze was 5 euro, geloof ik. Ja, deze was 5 euro. Ze hebben ook nog een plakbandrol, een niet-machine, perforator. Ja, misschien dat ik die ook nog wel een keer allemaal in dezelfde lijn wilde, maar voor nu had ik even de prio voor het pennenbakje. En dan kwam ik ook nog deze week planner tegen. En deze vond ik echt super leuk. Was wel grappig, want ik kwam in eerste instantie een week planner tegen van, volgens mij was het My Jewelry. En ik vond het idee van zo'n week planner heel erg handig. Want je hebt namelijk gewoon echt een hele week wat je dus kan indelen. En ik kan je zeggen, dit is handig. Sowieso voor YouTube-video's, maar ook gewoon voor eigen afspraken. En ik vind het ook wel makkelijk van die to-do-achtige lijstjes in plaats van alles op je telefoon. Dus ik vond dit wel een leuk idee. Maar ik vond het design van die van My Jewelry heel erg in your face. Maar het was iets met panterprint, met roze, met groen of zo. In ieder geval, het was best wel heftig. En ik vond de andere designs allemaal niet zo leuk. En toen dacht ik, ja, verdorie, want het staat toch wel echt in de schijnwerpers. En ook al staat het open... Ja, weet je, het moet er wel gewoon een beetje leuk uitzien. En toen kwam ik deze tegen. En toen dacht ik, hé, maar die vind ik wel leuk. Een beetje van die pastelkleuren, een beetje marble. Toen dacht ik, ja, dit vind ik wel een leukert. Deze volgens mij gewoon van Hema zelf. En zoals ik al zei, het is dus echt een weekplanner. Dus Monday en Sunday en je kan alles invullen. Ze gaan ervan uit dat je in het weekend minder te doen hebt dan door de week. Dus dat is wel grappig. Maar ik vind dit dus echt super leuk. En je kan het in principe dus afscheuren als je wilt. Maar je kan ze ook gewoon omslaan. En ook goed om even te benoemen, op de achterkant vond ik ook heel handig, staat nog een to-do list en zelfs nog notes. Dus ja, ik vond dit echt een top ding. En dat voor 6 euro. Dus ik dacht, ja, die neem ik ook mee. En voordat ik op vakantie ging, kreeg ik ook onverwachts nog een pakketje van Douglas. En dit was eigenlijk wel grappig, want zoals je weet, ik heb die winactie gewonnen van Douglas. Dus ik krijg ieder kwartaal een pakketje. En ik was gewoon even helemaal vergeten dat dit alweer het derde kwartaal was. Dus er stond weer een pakketje op mij te wachten. En die kwam dus één dag voordat ik met vakantie ging binnen. Tegelijkertijd dus met die LH primer. En dit pakketje was zeer leuk, kan ik jullie vertellen. Ik vond dit echt bij far het leukste pakketje tot nu toe. En die wil ik dus ook heel graag met jullie delen. Ik ga toch wel even beginnen met het klapstuk. Want ik zag ook zeg maar weer een andere winnares die deelde via stories op bij Douglas voorbij komen op de stories. Toen dacht ik, nou, ziet er leuk uit. Maar ik heb gemerkt dat ze toch overal wel wat anders in doen. Dus ik pakte mijn pakketje uit. En mijn mond viel zeg maar gewoon letterlijk open. Ik dacht, dit is een foutje, dit kan niet kloppen. Kijk even wat hierin zit. Dit is een 100 ml. Ja, 100. Dit is een 100 ml Daisy van Marc Jacobs. En het is super grappig, want ik ben best wel Marc Jacobs fan. Ik vond de make-up altijd geweldig, zoals jullie weten. Ik vind de tassen en alles, vind het gewoon echt een leuk merk. De geuren daarentegen, heel veel niet en een paar wel, waaronder dus Daisy. Ik vond Decadence ook heel erg lekker vroeger, maar Daisy Oh So Fresh en So Dreamy, dat is allemaal niet mijn ding, maar Daisy dus wel. Dus hoe grappig dat ik deze geur na een aantal jaar dan gewoon full size van ze krijg. Echt zo grappig toevallig. En dat het dan ook Daisy is en niet de Oh So Fresh. Ja, dat vind ik echt super leuk. Het is de Eau de Toilette, dus dat is ook heerlijk nu met de zomerse dagen. Ik vind het doosje ook super leuk, maar ja, het flesje is by far het allerleukst. En dat ik dit gewoon even cadeau kreeg, vond ik best wel een dingetje. Dus ik was hier echt helemaal flabbergasted van, nog steeds eigenlijk, maar heel erg blij mee. Dus ja, ik heb de rest nog niet eens laten zien, maar dit maakt al dat ik dacht, wauw, dit is gewoon echt het pakketje van dit kwartaal. Dus super blij mee. Dus die zat er als eerst in. En reken maar dat je die nog wel voorbij zal zien komen. En verder nog 4 andere producten. Dus best een royale box. En begrijp me niet verkeerd, hè. Ik ben überhaupt al heel dankbaar dat ik die pakketjes krijg. Maar ik vond deze toch wel echt het allerleukst. Alleen al de parfum en toen zaten er nog meer producten in. Wat ik ook heel erg tof vond is een full size skincare product. Dit is het merk Pacifica.
Heb ik nog niet eerder iets van gebruikt. Het is 100% vegan en cruelty free. En dit is de Wake Up Beautiful crème. Volgens mij zit er retinol in. 10% retinol. Night cream. Dus het is een nachtcreme. Het is wel super grappig. Op het doosje staat hier: You are so pretty. Gewoon dat soort details vind ik echt super leuk. Het ziet er ook heel erg leuk uit. Ik heb het al wel vaker voorbij zien komen. Maar ja, qua skincare ben ik niet iemand die heel impulsief iets koopt. Dus ik heb het nog niet gekocht eerder. Maar ik heb het wel vaker voorbij zien komen. Ik vind de verpakking echt super leuk. Dat groen met blauw. En dit is dus een nachtcreme, zoals ik al zei. Er zit retinol in volgens mij. Melatonine en mushroom extract. Het ziet er super netjes uit. Het is een soort van mat glas. Dus het is ook best wel heel erg stevig. En dit is hoe de crème eruit ziet. Ja, zoals jullie weten, ik ben altijd wel voorzichtig met nieuwe skincare producten gebruiken. Maar toch ben ik hier wel benieuwd naar. En een nachtcreme, ja, ik denk dat dit wel een goede zal zijn. Ik denk wel dat die voor nu echt wel iets te vet is. Want het is natuurlijk warm. Het is super vochtig buiten. Dus we hebben niet echt heel veel extra verzorging nodig. Maar ik denk dat het wel leuk is om deze nog een keertje te gaan proberen. Dus ja, die heb ik ook gekregen. Dan kreeg ik ook van Pacifica het vegan collageen lash serum en primer. Vond ik ook heel erg leuk. En dit ziet er ook weer super leuk uit. Dus dit merk is wel goed in leuke kleurtjes combineren. Ik bedoel, paars, lila met roze. Hoe leuk ziet dit eruit? Ik laat deze nog wel even dicht. Maar het is dus een lash serum primer en een soort van mascara primer in één. Super leuk. Heel erg benieuwd naar. Ik vind ook de combinatie van lash serum en primer interessant. Want ik ben helemaal niet fan van wimperserums. Mijn ogen kunnen daar gewoon niet zo goed tegen. Helaas. Maar een mascara primer kan je iedere dag gebruiken. En als er dan ook nog een soort van verzorgend ingrediënt in zit, ben ik wel van de partij. Ook een heel leuke gift. En dan had ik nog twee andere items erin zitten. Waaronder dit product van Belief. Belief is ook een skincare merk. Ik ken het onder andere van het soort van Take the Day Off balmachtige product van Clinique. Die hebben ook zo'n soort product. En dit is de Aqua Balm Sleeping Mask. Ik heb er nog over nagedacht om deze mee op vakantie te nemen. Maar uiteindelijk heb ik dat niet gedaan. Omdat ik dacht van ja, dadelijk is het geen succes. En dan sta ik helemaal onder de pukkels. Dus dat leek me niet zo handig. Maar ik heb hem wel hier nog. Ik vind het allereerst echt een top formaat. Want het is echt gewoon een soort klein kuipje. Ik denk dat dit de full size is. Ik weet ook niet wat de prijs is. Maar ja, het ziet er leuk uit. Het zou hydratatie geven en vooral een dewy glow achterlaten. Dat staat hier ook op. Lock and seal explosive hydration overnight. En instantly moisturize for a dewy look. Dermatologisch getest. Ik weet even niet hoe lang je deze moet ophouden. Of dat dit zeg maar echt een masker is voor de hele nacht. Leave on overnight and rinse off in the morning for deeply hydration baby soft skin. Nou, ook dit is dus een product wat ik meer in de winter zou gebruiken. Omdat ik dan vaak wat drogere huid heb. Maar ja, dit kan je natuurlijk ook gewoon super makkelijk bewaren als het maar dicht blijft. Maar ja, hoe leuk is dit bedacht? Ik ben benieuwd of er nog meer varianten zijn of iemand dit wel eens geprobeerd heeft. Maar ik vond dit wel leuk. En ik hou heel erg van hydratatiemaskers. Dus dat is zeker goed gezien van ze. En dan heb ik nog deze lippenstift gekregen van Douglas eigen merk. Dit is Absolute Matte in de kleur 2 Cute Nude. Normaal ben ik niet heel erg excited over de Douglas eigen merk producten. Maar deze lipstick vond ik oprecht wel mooi uitzien. Grappig, het stickertje was vrij bruin. Dus ik dacht gelijk van oeh, dit vind ik spannend. En toen maakte ik hem open en dacht ik ja, Pillow Talk. Ik bedoel, kijk deze kleur. Dit is Pillow Talk-achtig. Ik ga hem voor het eerst even swatchen, maar nog niet gedaan. Oké, dit is echt super smooth. Wauw. Ik vind hem niet echt heel mat. Wat ik juist een pluspunt vind. Dus ja, mooie kleur. Leuk. Dus die heb ik ook gekregen. Nou, dan was dat mijn pakketje van Douglas met deze heerlijke parfum van Marc Jacobs. Ik ben heel erg blij weer met dit pakketje. Dus meiden, dankjewel wederom voor het inpakken. En ik ben nu al heel erg excited voor het laatste pakketje. Maar ja, ik ben hier ook alweer super blij mee. Laat me ook zeker weten van welke producten, zoals bijvoorbeeld de lash primer, de lipstick, waar je bijvoorbeeld nog een make-up testen video mee zou willen zien. Er zit ook altijd weer zo'n leuk kaartje bij. Love it. En als laatste natuurlijk wat ik op vakantie heb gekocht. In de vlog laat ik het ook wel eventjes weten. Dus dat komt natuurlijk later nog aan de orde. Maar ik heb niet heel veel geshopt. Ik heb vooral echt veel in de zon gezeten. Van de bruiloft genoten. Dus het is maar één dag geweest dat ik eigenlijk echt geshopt heb. Ik ben onder andere bij de Bijou Brigitte geweest. Daar heb ik deze oorbellen gekocht die ik nu in heb. Ik had eigenlijk wel iets in gedachten wat ik wilde aandoen bij mijn bruidsmeisjesjurk. Maar ik was nog niet helemaal overtuigd. Nou, mijn jurk was licht roze. Ik hou altijd wel van licht roze met rose gold. Ik heb niet heel veel rose gold. Dus toen kwam ik deze oorbellen tegen. En toen dacht ik, oeh,
Die vind ik eigenlijk wel heel erg tof. Ik vond ze wel wat groot, maar ja, bij mijn jurk was het toch wel heel erg mooi. En ik kan ze nu ook gewoon lekker nog dragen. Dus dit zijn de oorbellen geworden die ik heb gekocht. Ik vind ze persoonlijk erg tof. En ik heb ook nog deze armband gekocht. Het zijn eigenlijk gewoon een soort van, ja, rose gold metalen sliertjes met zo'n magnetische sluiting aan de achterkant. En mijn moeder had deze in Nederland al gekocht in het zilver. Dus ja, super grappig dat ik dan de rose gold versie tegenkwam, maar natuurlijk ook kocht. Dus ja, een soort van twinnies nu met armbanden. Dus dat is wat ik bij Bijou Brigitte heb gekocht. En dat was in het shoppingcenter Il Leone in Lonato in Italië. Viel me dus een klein beetje tegen. Ik ga eigenlijk altijd op vakantie wel eens even neuzen van zit er ergens een Sephora. Omdat dat natuurlijk een van de weinige winkels is die we niet in Nederland hebben waar ik heel graag naartoe ga. Dus ook hier heb ik dat gedaan. En ja, er was in ieder geval een Sephora. Achteraf was die niet zo heel erg groot. Dus ook al is deze tas best wel huge, er zit niet heel veel in. Maar wat erin zit, is leuk om even te delen. Allereerst had ik één product in ieder geval wat ik heel erg graag wilde hebben. Ik had nog veel meer producten die ik graag wilde hebben, maar ze hadden dus ook gewoon heel veel niet. Dit was dus een product van Fenty Beauty. Er was Fenty Beauty, maar dit was eigenlijk het enige nieuwe product. De rest was allemaal gewoon de oude lijn, dus dat was een beetje jammer. Ze hadden geen milk. Vond ik ook heel jammer, want zoals je weet ben ik best wel milk fan. Rare Beauty was maar heel weinig. Tarte was heel weinig. Dus ik heb geen Natasha Denona gezien. KVD Vegan Beauty niet gezien. Dus er was wel... Het was zeg maar niet heel klein qua winkel, maar heel veel merken waren er gewoon niet. En dat zijn precies de merken die ik wil zien. Kijk, ze hadden wel Giorgio Armani, ze hadden wel Estée Lauder. Dat is niet wat ik nodig heb, want dat heb ik hier ook. Dus dat was wel een beetje een teleurstelling. Maar goed, ik heb in ieder geval de Poutsicle Hydrating Lipstain gekocht van Fenty in de kleur 01 My Type. Ik hou hem nog even dicht en ik ga hem ook nog niet swatchen, want het is dus een lipstain. De verpakking vind ik wel heel tof, dat hoogglans crème wit. Beetje zo'n grafische vorm. Hierbovenop zie je de kleur. Ja, ziet er gewoon heel tof uit. Ik hou van lipstains, vooral in de zomer. En deze is echt een beetje, ja, latexachtig qua look. Maar als je hem er dus afhaalt, dan is het echt een flinke kleur qua steen. Vond ik wel leuk voor de zomer. Zou ook prima bij dit jurkje leuk staan. Dus ik dacht, ja, die wil ik hebben. Ze hebben 4 kleuren en ik wilde heel erg graag My Type. Dat was wel grappig, want ik kwam aanlopen en toen zag ik dus dat 2 kleuren uitverkocht waren. Toen dacht ik gelijk, oh shit, ik weet dat dit de populairste kleur is. Maar deze hadden ze dus nog wel. Dus ja, dat was heel fijn. Dus die heb ik in ieder geval gekocht. En voor deze lipstain heb ik betaald €24,90. Nou ja, naast de nieuwe producten stond er ook op mijn lijstje om iets van een foundation te kopen die ik echt op de bruiloft kon dragen. Die echt wel een beetje spread resistant was. Ik heb heel veel fijne foundations hier. Nou, zoals die van Shiseido, de Skin Tint van Fenty. Maar die zijn allemaal best wel dewy. En ja, je ziet het nu ook al een beetje. Op het moment dat ik het warm krijg, dan word ik iets te dewy. En dat is op een foto echt gewoon niet charmant. Dus ik dacht, ik moet even iets kopen bij de Sephora wat iets meer mat is. Nou, na veel wikken en wegen ben ik gegaan voor de Double Wear van Estée Lauder. En dit is toch wel de meest, ja, matte stretch resistant foundation die ik in ieder geval kon vinden. Ook qua reviews. Ik heb trouwens de kleur 2C2. Dat is Pale Almond. Goede tint ook. En ook al is het best wel een full coverage foundation. Op het moment dat je hem gewoon, ja, minimaal aanbrengt. En gewoon plaatselijk vooral. Is hij echt heel erg mooi. En ik heb hem al heel lang niet meer gekocht en gebruikt. Vroeger wel. Dus ik was hier wel ja, enthousiast over. Er zit wel een SPF 10 in. Dus ja, je hebt wel een beetje een flashback. Maar volgens mij viel het best wel mee. En even kijken, wat wil ik er nog meer over vertellen. Dus uiteindelijk heb ik deze gekocht. Je hebt natuurlijk ook van die pompjes die je kan kopen. Nou, mams had er thuis nog eentje liggen. Dus ik heb deze gekocht zonder pompje. Ja, wat ik zeg, het is gewoon een fijne foundation. En ook al heb ik hem echt gekocht voor de bruiloft, zal ik hem zeker gewoon blijven gebruiken. En in de vlogbeelden zul je ook echt wel zien. Ik gebruik hem vrij minimaal. Ja, ik vond hem heel erg mooi op mijn huid zitten. Dus dit is een nieuwe foundation die ik heb gekocht. Ik vind hem alleen wel echt prijzig. En normaal had ik hem natuurlijk makkelijk met korting kunnen kopen. Maar ja, het was op dat moment gewoon wat handiger. Ik heb voor deze foundation €49,90 betaald. Maar goed, er zit 30 ml in, dus laten we hopen dat we er wat langer plezier van hebben. En je kunt er dus voor kiezen om het pompje erop te doen. Je kan hem in principe ook gewoon zo gebruiken. Ik weet dat Marcia van Beauty Gloss, die gebruikt deze heel vaak en die doet gewoon zo op haar vinger. Heb ik ook gedaan en het werkte echt prima. Dus ja, de keuze is aan jou wat je fijn vindt. Dan was er ook nog een hoekje met wat sale dingen. Dat is bij Sephora al
altijd best wel tof. Er zitten soms echt wel leuke merken tussen. Zoals in mijn geval ook Fenty en Lancôme. En ik heb toch wel leuke sale dingetjes gekocht. Ja, ik was echt wel een beetje aan het neuzen. Sommige dingen vielen heel erg tegen. Of waren weer de doorsnee merken. Zoals een Chanel, een Dior, een Yves Saint Laurent. En er zaten gewoon niet hele boeiende dingen tussen. En toen viel mijn oog op dit product van Fenty. En deze had 32% korting. En dit is de All Over Eyeshadow Brush. En deze was 16 euro. Toen dacht ik, ja, dat vind ik best een leuke deal. Ik heb nog niet eerder kwasten gehad van Fenty. Ik wilde dus heel erg graag die nieuwe Cheek Hugging Brush kopen. Die dus bij de nieuwe bronzer komt. Maar ja, die was er dus niet. Dus uiteindelijk ben ik maar voor een andere kwast gegaan. Ik ben altijd wel fan van ja, platte, fluffy oogschaduwkwasten. Ik gebruik natuurlijk eigenlijk altijd een kleur aan de binnenkant van mijn ooglid. En dat ja, werkt met dit soort kwasten gewoon heel fijn. Ik vind de kleur ook heel erg mooi. Een beetje dat ja, crème, roze. Voelt ook best wel stevig, maar ook zacht. Dus dit ja, vond ik voor 16 euro wel een leuke deal. Hij zou dus oorspronkelijk 23,50 zijn. Dat zou ik er denk ik niet aan hebben uitgegeven. Maar dit vond ik wel een leuke prijs. En op het laatste moment viel mijn oog ook op dit product. En dit is ja, een van mijn favoriete lippenbalsems. Maar vrij ja, luxury, want hij is best prijzig. Normaliter is deze lippenbalsem van Lancôme namelijk €35,90. Voor een lippenbalsem vind ik dat echt oef, weet je wel. Ik laat deze nog even dicht. Ik heb hier ook gewoon degene die ik nu in gebruik heb. Dus die zal ik wel even openmaken. Hij was nu €25. Dus ja, 30%. Ja, hij was dus 30% afgeprijsd. Best een goede deal. Het is absoluut niet een lippenbalsem. Ja, het is zeker geen lippenbalsem die ik everyday zou dragen. Want het wordt echt wel een beetje blauw op je lippen. Maar het is dus lekker minty. En ja, ik ken nog maar weinig echt fijne minty lippenbalsems. Die ik gewoon echt fijn vind. En dit is daar dus één van. Dus ondanks dat die vrij prijzig is, is dit al de tweede. Is dit al de derde. Dus ik dacht, ja, deze is bijna op zoals je ziet. Dus deze ga ik lekker gebruiken. En die heb ik nu met fixe korting kunnen kopen. Ik heb trouwens ook geen idee waarom die zo afgeprijsd is. Want hij is niet uit het assortiment. Hij was niet beschadigd. Het was nog helemaal nieuw. Maakt me ook niet uit. Ik ben er blij mee. En zeker voor die prijs. En ja, normaliter zou ik hem misschien nog wel met 25% kunnen kopen. Maar 30 vond ik echt wel een goede deal. Dus hij was nu €25. En dan had ik ook op vakantie nog een beetje een struggle waarvan ik dacht, nou dan vind ik dit wel een goede aankoop. Ik neem altijd een kleine haarborstel mee. Het is een haarborstel van Marlies Müller. Die heb ik echt al jaren en die lijkt een beetje op de Mason Pearson borstel qua vorm. Maar dat is echt een borstel die ik gebruik voor droog haar. Nou, ik heb natuurlijk mijn haar ook gewassen op vakantie. En ja, ik was even vergeten dat ik altijd een andere borstel gebruik. Ik gebruik hier thuis namelijk altijd een tangle teaser om mijn vochtig haar te kammen. Omdat dat gewoon een stuk beter ja, ontklit en ook gewoon een veel geschiktere borstel daarvoor is. Maar die had ik natuurlijk niet meegenomen op vakantie. Super slim. Dus wat kwam ik tegen bij de Sephora? Undergo Detangling Teaser van Tangle Teaser. En dit was een ontzettend leuke kleur ook. Dus ik dacht, nou, dat vind ik wel een goede deal. En ik weet dat Tangle Teaser van die kleine borsteltjes heeft. Maar ja, ik heb eigenlijk altijd alleen maar de grote gehad. Het is echt een beetje een unicorn kleurtje. Dus dat maakt ook dat ik hem erg leuk vond. Maar er zit dus ook een heel handig klepje op. Dus ja, dit is perfect om on the go mee te nemen. En ook al heb ik hem op vakantie dus niet meer hoeven gebruiken. Want toen had ik mijn haar al gewassen. Ja, vond ik het wel een handigert. Dus die gaat voortaan gewoon lekker mee in mijn toilettas. En deze was ook wel leuk geprijsd, want deze was namelijk €17. Deze stond bij de minis. Ik heb ook best wel veel nog ja, gekeken of dat er bij de minis dan nog wat merken tussen zaten. Want soms heb je wel eens bij Sephora dat ze dan niet dat merk verkopen, maar wel een mini ervan hebben. Het is niet echt logisch, maar ja, dat was wel leuk. Zo heb ik voor mijn moeder bijvoorbeeld een kleine bronzer van NARS gevonden van de Laguna. Mama was namelijk haar bronzingpoeder vergeten. Dat was natuurlijk wel zonde op vakantie. Dus die heb ik haar daar bijvoorbeeld geadviseerd. Dus dat lag bijvoorbeeld wel tussen de minis. Maar verder, ja, waren er niet zulke hele bijzondere spullen. Ik moet eerlijk zeggen dat ik het personeel niet heel erg fijn vond bij de Sephora. Ze zaten heel erg op je lip. Ik heb geprobeerd te filmen, maar dat werd al heel gauw beoordeeld dat ze dat niet wilden. Dus laat ik het zo zeggen, het was niet de meest gezellige Sephora, maar ik ben blij met mijn aankopen. Ik heb wel dus nog wat samples gekregen. Ik kreeg onder andere 2 geursamples van Sisley. Ik wist eigenlijk helemaal niet dat Sisley ook parfums had. Dus of dat nou heel positief is, dat weet ik niet. Maar ik heb in ieder geval gekregen de Eau de Campagne van Sisley.
en de Isaya van Sisley. Volgens mij allebei wel vrij sterk, dus misschien dat ik ze wel lekker gewoon in het weggeefbakje doe. Ik heb sowieso zelf wel genoeg geuren. En ik heb nog twee samples gehad van Clarins. Dit is de Hydra Essential Moisturizing and Cooling Gel. Normal to Combination Skin. En dit is de Hydrating Toning Lotion. Ik gaf ook aan van ik heb liever geen skincare samples, want sensitive skin. Maar deze waren volgens degene achter de kassa wel geschikt. Dus ik denk, nou prima, leuk om te proberen. En toen kreeg ik als extraatje nog deze mini mascara of miniatuur moet ik eigenlijk zeggen. Van de Damn Girl van Too Faced. Dit is een mascara die ik al eens een keertje eerder heb gehad. En dit zijn gewoon leuke dingen om te krijgen. Ik vind dit niet de meest geweldige mascara. Ziet er wel heel leuk uit overigens. Maar leuk om hier een minietje van te hebben en handig ook om mee te nemen. Nou, dan kijk ik even om me heen en volgens mij hebben we dan alles gehad. Ik ben heel benieuwd hoe lang deze video is geworden, want het was best wel veel om te laten zien. Ja, leuke dingen gekocht. Ik had dus wel nog wat meer willen kopen bij de Sephora. Er staan echt nog wel wat dingen op mijn wishlist. Ik ga zo meteen ook de koop of laten lopen video opnemen van zeg maar deze maand. Die komt waarschijnlijk zondag online als jullie dit zien. Dus daar zal waarschijnlijk wel voorbij komen wat ik nog op mijn wishlist heb staan. Maar die is wel groeiende, zeg maar. Dus ja, ik vond het wel jammer dat dat niet tijdens deze shopsessie kon. Dus ik denk dat ik het bewaar voor de shoptrip naar Oberhaus. Ik natuurlijk aan de winactie heb gekoppeld van Sharkademy 9 jaar. Dus dan kunnen we gezellig samen gaan shoppen. Dus dat is misschien ook wel leuk. Dus dat is misschien juist ook wel leuk dat ik ook echt wel iets ga kopen tegen die tijd. Niet dat ik alles al heb gekocht. Maar ja, ik weet zeker dat ik anders heus wel ook iets zou kopen. Maar goed, ik vond het in ieder geval weer super leuk om deze video op te nemen. Zoals jullie zien, ik heb goed genoten van de vakantie. Het is goed te zien op mijn gezicht. En kan je nagaan. De zomer is pas net begonnen hier in Nederland. Dus ja, je kan alleen maar bruiner worden, zeg ik dan. Smeer je wel goed in. Dat ga ik zeker even meegeven. Het wordt inmiddels lekker warm hier. Dus ik ga lekker de video afsluiten, opruimen. En ga weer de volgende video opnemen. Ik wil in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. Heb je ervan genoten? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, zou ik het heel erg leuk vinden als je zou willen abonneren. Door op de rode abonneerknop te rammen onder de video. En ook lid te worden van de Sharkademy familie. Laat me ook zeker weten beneden in de reacties welke video's jij graag deze zomer voorbij wilt zien komen op Sharkademy. Dan ga ik daarmee aan de slag en dan zie ik je heel erg graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!